Goedemiddag allemaal. Het is maandagmiddag de 19e. Je ziet dat de hei hier vrijwel uitgebloeid is. Kijk, hier staat nog een polletje. Maar nou, er zitten wel een paar bijen op, maar niet veel. We gaan die eenbakskast terugbrengen naar één broedkamer. Dat betekent dus dat we het volk gaan huisvesten in de bovenste kamer. Daar zit alle schone raad in. En die gaan we dus aanvullen met naast het broednest. Met twee uitgebouwde ramen die al een keer op broed geweest zijn. Dat vindt de koningin aantrekkelijk. Want we hebben afgelopen zaterdag kunnen zien dat er nog drie ramen met broeden zitten. En voor de rest zit daarnaast honing. Dat komt omdat ik de koningin met één raam open broed vanuit de onderste bak boven het rooster geplaatst heb. Midden in die uitgebouwde hoge honingkamer. En we gaan hem nu dus terugbrengen naar één kamer. Nou, dat zal ik jullie even laten zien hoe dat gaat. We gaan eerst even de bovenbak reorganiseren. Dus ik zal even het statief wat hoger zetten. Nou, dak eraf. We weten dat hij op drie ramen broed zit. En dat er nog twee ramen met kunstdraad in zitten. En één bouwraam. Die drie ramen gaan we er dus uithalen. Die twee ramen met kunstdraad en dat bouwraam. Je kan ook ondertussen even zien hoe de bezetting boven is. Nou, je ziet vrijwel overal bijen lopen. En ik ga, beneden zit hij ook nog helemaal vol met bijen. Dan ga ik het terugbrengen naar één broedkamer. En ik zal vanavond wel even een foto maken om te zien hoe die er dan bij zit. Of een stukje video. Nou, goed. Eerst even die bovenste bak openmaken. Heel klein beetje tufje rook, dat die bijen weten dat ik eraan kom. Ik kruip ze wel terug tussen de ramen. Ik laat nu even het licht af. En dat leggen we dan hier neer. We gaan eerst die kunstdraad eruit halen en het bouwraam. Het bouwraam was aan deze kant. Dat slaan we even af. De koningin zit dus hierin. Die zit boven het moerrooster. Het moerrooster gaan we er zo definitief uithalen. Dit was een raam. Dit was een raam met kunstdraad. Je ziet het, een raam met kunstdraad. Nou, dat gaat eruit. Schud de bijen altijd af in de kast. Kun je geen probleem krijgen met het vriezen van de koningin. En aan deze kant zit ook een raam kunstdraad. Kijk, kunstdraad. Die schudden we er ook af. In het gedeelte waar je de meeste ruimte hebt om dat te doen. Nou, nu gaan we aan beide kanten van het broednest gaan we dus zo'n raam bijplaatsen. Dit zijn kleine cellen, 4,9. De rest is 5,1 met uitzondering van deze, want dit is ook 4,9. Dus die hangen we tegen het broednest aan. En dan kan de koningin die alsnog beleggen. We gaan dus één raam aan deze kant erbij plaatsen. Nou, dit is allemaal voer. Dit is allemaal voer. Dit is allemaal voer. Dit is waarschijnlijk broed. Ja, dit is een raam met broed. Ik hoop dat jullie het vanaf deze kant kunnen zien. Ik kan hem ook aan de andere kant zetten. Zo, deze kant. Zo. Zo. Even het statief rechter gezet. Nou, dit was dus een raam met broed. Vol met gaatjes vanuit het VSH-gedrag. En hier loopt de koningin. Dus daar ben ik ook weer zeker van dat hij rondloopt. En dit raam plaats ik dus hier. En dan plaats ik een raam met uitgebouwde raad, wat ook één keer bebroed of twee keer bebroed geweest is, plaats ik ernaast, zodat die koningin dat raam nog kan beleggen. Zodat ze nog een iets groter broednest opbouwt. Dit raam is ook broed. En dit raam is ook broed.
Er zat hier een vrij behoorlijke mijtenbesmetting op de in het broed, 7% namelijk. Er zat 3% mijten op de bijen, dus niet verontrustend. Tot en met 3% hoef je niet te bestrijden. Dit raampje is er even iets uitgeschoten. Kijk of ik iets kan corrigeren, zo. Dus komt hij tegen de rooster aan. Zo. En dan heb ik nog één raampje van beneden. En dat ga ik ook nog boven erbij plaatsen, want dat is ook 5,1. Nu zet ik de bovenbak even op het dak. En dan ga ik de onderbak wegnemen. En die vervang ik dan door die bovenbak. Ik ga even het rooster uiteraard wegnemen. Dus deze gaat er even af. Die zetten we even op het dak. Hij is behoorlijk zwaar. Gelukkig. De onderbak halen we weg. Deze bijen die gaan dus bij die bovenbak erin. We brengen dus nu het hele volk over op een bak met schone raad. Dit raampje met die S en die V, dat is ook een kleine cellen, die gaat er nog uit. Die gaat terug naar de bovenbak. Die kunnen we zo in één keer kunnen we die overhangen. Het raam is donker, maar dat halen we dan in het voorjaar er wel weer uit. Het zit vol met stuifmeel, met bijenbrood. Oh, het veetje staat verkeerd. Als je wil weten wat dat veetje betekent, dan moet je even zoeken naar Housel. Positionering. Nu haal ik deze bak weg. Zet ik even op de stenenbok. En dan kunnen we zo die ramen straks afslaan in de bovenbak. Zo. Bak los. Ik zal even het statief wat anders zetten. Dan zien jullie niks meer. Zo. Dan gaan we deze straks er dus bovenop zitten. Nou, deze zetten we even hier neer. Zit hier de bodem. Gaas is mooi open. Controleer ik altijd even. Zodat je zeker weet dat de mijten die vallen, dat die inderdaad ook daadwerkelijk op de schuiflaat terechtkomen. Zo, nou, die staat erop. Ik moet nog eens een keertje horizontaal zetten. Nou, en nu gaan we de ramen uit de bovenbak. Die gaan we dus afslaan op die onderbak. Nou, dat is zo gebeurd. Ik zal even iets dichterbij zetten. Zo. Nou, je ziet dat we in de bovenbak hebben we nog 2, 4, 6, 8, 9 of 10 ramen af te slaan. En die gaan dan mooi de onderbak in. En dan hebben we de zaak weer teruggebracht op één bak. Vorige week zaterdag, vrijdag, gezien dat deze ramen, dat die dus inmiddels geen broed meer bevatten. Oh, hier heb ik nog een raam met 5,1, zie ik. Dus ik ga nog even dat ene raam straks met die grote cellen, of nee, dat waren ook kleine cellen, dus kan deze hou ik over. Ja, oké, prima. Dit zijn dus kleine cellen. Ja, sommige mensen
die vragen zich af of het altijd wel past in zo'n bak. Nou, die bijen die gaan ook nog aan de onderkant gaan die van de ramen hangen in die ruimte. Dan heb je, als je zegenbergers hebt, dan heb je meer ruimte. En in een zegenberger heb je eventueel een hoge bodem. En die hoge bodem die is juist bestemd om die bijen te laten hangen. Terwijl in deze periode van het jaar zijn de volken nog vrij groot. En dan hangen die bijen die niks meer te doen hebben, die hangen dan graag aan de onderkant van die ramen in een trosvorm. Kijk, dit is natuurlijk al heel zwart geworden. Andere ramen, dat valt nog wel mee. Nou, je ziet, het past er nog steeds in, hè? Het is gewoon een kwestie van even wachten en dan... Nou, je ziet dat we... Dit soort ramen, dit volk is van een jaar geleden. Die ramen zijn dus helemaal zwart geworden. Domweg van al die vervellingen. Iedere larf, iedere streklarf en iedere pop, die doorlopen samen 6 vervellingen en die blijven achter in die celletjes. Kijk, we zullen een beetje rook geven. Het helpt altijd om de bijen weer goed in de kast te krijgen. En dit gaat er echt goed in hoor, want in de kast zie je helemaal niets. Dit is het laatste raam weer. Er zitten nog wat bijen in de bovenbak, die moeten we er even afschudden. Nou, ik weet zeker, de koningin die zat er beneden, dus door het tikken. Hij is er wel uit. En je kan die bak kun je ook nog even een keer op de grond tikken. Dan zijn alle bijen eruit. En dan zitten nog bijen op de stenenbok. Zo, zitten we er ook weer in. Nou, nu gaan we heel voorzichtig het plexiglas er weer opleggen. Een beetje de bijen van de randen af. En dan... En dan zitten ze weer op één bak. Nou, die doen we uiteraard voorzichtig. Een beetje draaien, zodat die bijen er afschuiven. Een paar bijen zitten ernaast. Nou, het volk zit nu weer in de bak. En je ziet dat er aan de voorkant eigenlijk geen bijen naar buiten rennen omdat het te vol is. Dus ja, de bijen vliegen gewoon door. Dat zijn de haalbijen die terugkomen. En die weten eigenlijk niet beter dan dat dit hun woning is. Dus het gaat verder prima. Je ziet ook dat de bijen inmiddels zich al teruggetrokken hebben weer tussen de straatjes. Nou, en op deze manier hebben we dus eigenlijk, op uitzondering van één raampje, raampje nummer 11, hebben we de hele bak omgewisseld voor nieuwe uitgebouwde raad. Die tijdens de lindendracht is uitgebouwd op 2 raampjes na. Maar daar hadden we 2 aanvullende raampjes uit een andere kast voor. Je zit dus in de kern van het broednest. In de bovenbak zitten dus 11 ramen van het 3. Op 4,9 cellen zitten en 8 ramen op 5,1. En die 3 die zitten eigenlijk in het broednestgedeelte. Dus er worden ook weer wat kleinere bijtjes uitgeboren. Nou, dat is voor de winter is dat gunstig. Oké, dat was het even om dit verhaal compleet af te maken. Oké, doei!